De wielersportvereniging ETP in Zutphen heeft twee nieuwe sponsors. Freelink Dakwerken en de Bike Store. De contracten werden getekend op 13 mei en tevens werden toen de shirtjes en de broeken uitgereikt. Ik sta bij Casper Freelink en bij Rick Broer. Casper Freelink van Dakwerken, jij bent een van de sponsors van de ETP geworden. Ja, dat klopt. Ze hebben me benaderd om op het shirt te kunnen en dat hebben we gedaan met het bedrijf. En je hebt de hele ploeg ermee gesponsord? Wij hebben de hele ETP, de hele renafdeling noemen ze dat, ermee gesponsord. Ja. Kijk eens aan. Ja. En ik sta bij Rick Broer ook van de Bike Store Zutphen. Jij hebt de broeken gesponsord? Ja, dat klopt. Wij zijn al enkele jaren sponsor van de voormalige tourvereniging. En ze hebben ons nu ook voor de wielerafdeling, de ex-wielerafdeling, hebben ze ons ook gevraagd. En daar zijn wij mee overeengekomen. Dat is heel leuk. Goed initiatief van jullie. Is dat voor lang termijn? Voor 2,5 jaar. Kijk dan. En dan zien we wel weer. Ja. Jullie zijn al een beetje nationaal bezig, hè? Wij zijn, je bedoelt mee... Jouw zoon bijvoorbeeld? Oh, mijn zoon. Ja, mijn zoon is, die fietst bij Orange Babies en die doet het internationaal aardig goed, ja. Ja, netjes. Ja. En de Bike Store op de Laarstraat, ook goede zaken? Ja, zeker. Ik ben sinds 1 november 2015 eigenaar. Ik heb het overgenomen van mijn vorige werkgever. En wij zijn tot heden hartstikke druk, dus we mogen niet klagen. Nee. Ik denk dat ETP heel blij is met jullie sponsoring. Ik sta bij Anne Moon van dienst. Ik zie jou een hele andere kleur tenue. Hoe komt dat? Omdat ik Nederlands kampioen ben. Kijk aan, wij horen al zoiets. Kun je er iets verder over vertellen? Nou, ik deed aan een wedstrijd mee. Een speciale wedstrijd. En ik won die wedstrijd en nu ben ik Nederlands kampioen. Kijk eens aan, een mooie aanwinst voor de ETP. Ja. Waar heb je dat gedaan? Wat voor een soort wedstrijd? Het is al 3 keer nu. En in Nieuwendijk. In Havelten en in Berlikum. Oké, kijk eens aan. En allemaal mensen van je leeftijd of meisje van je leeftijd? Ja, meisje van mijn leeftijd en jongens 1 jaar jonger. Ja. Nou, ik feliciteer je van harte. En daar hebben we een contract bij. Ik heb hem hier in mijn hand. Ik zal hem niet voorlezen wat erin staat, maar er staat gewoon in dat jullie gewoon blij zijn om met deze vereniging te kunnen samenwerken. Daar komt dadelijk op neer. Ja. En normaal hebben we een tafel met een speciale pin. Maar dat hebben we niet, maar dus pakken we gewoon deze tafel. We sturen ze gewoon allemaal weg. We hebben het contract. Eerst contract te ondertekenen. Rick, namens de Bike Store. Alsjeblieft. Voorkant heb je gelezen, dan gaan we naar de achterkant. Veel belangrijk. Ik zal tegelijkertijd de andere kant doen. Alsjeblieft. En je zal het niet geloven, bij de uitreiking of bij het ondertekenen van het contract wordt ook weer een prijs. En het is je eigen kleding. Oké, hartstikke fijn. Freelink Dakwerk. Ik kom tegenwoordig overal tegen. Ik weet niet dat hij in zijn uppie begon, maar tegenwoordig rijden overal auto's. Allemaal met Casper Freelink. Het bedrijf loopt geweldig. Dat klopt, ja. Ook jouw contract, ook de voorkant neem ik aan die je gezien hebt, alsjeblieft. Of dat je het er ook mee eens bent dan, hè, wat er allemaal staat. Kijk eens, alsjeblieft. Goed, ook Casper heeft een geweldige prijs ontvangen, dat zal ik je niet geven. Eindelijk. Het is ook je eigen shirt weer, hè? Je maakt je eigen shirt. Zo, zeg maar.